Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye. Dit is voor jou, mijn vriend. Jij die elke dag met je wagen langs de weg zit. In vreemde steden en vreemde landen. Jij die droomt van een rustige avond in je stamcafé of thuis bij je familie. Maar je moet rijden. Elke dag honderden kilometers op die ellenlange eenzame wegen. Ja, voor jou heb ik dit geschreven. Hij rijdt een 30-tonner diesel, is de meeste tijd van huis. En hij werkt zich zo te pletter voor zijn vrouw en dochter thuis. Zo rijdt hij al vele jaren, van Rotterdam naar Boedapest.
Want achter het stuur in zijn cabine, daar voelt hij zich opperbest. Hij is een kerel, laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En zo stuurt hij dat gevaarte met beide handen, hard als staal. Af en toe steekt hij zijn hand op, want men kent hem allemaal. Nee, hij rookt niet en hij drinkt niet. Ja, soms als hij vrij is, een glas bier. Want hij weet dat thuis een vrouw zit met zijn dochtertje van 4. Hij is een kerel, laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En ligt hij 's nachts in zijn cabine, dan voelt hij zich verrekt alleen. En draait hij zich van zij op zij en voelt hij onrust om zich heen. Dan ineens haat hij zijn diesel en die ellenlange rit. Maar schudt dan zijn hoofd, want hij weet dat men op vracht te wachten zit. Hij rijdt een 30-tonner diesel, achtervolgd door zijn verdriet. Want thuis, daar zit een mooie vrouw, die hij veel te weinig ziet. Ergens kan het zo niet langer, en dat voelt hij heel goed aan. Want komt hij ooit te vroeg naar huis misschien, is hij mogelijk alleen. Hij is een kerel, laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En dan neemt hij een beslissing. Hij doet dit na diep beraad. Want om een ander vak te leren, is het toch nog niet te laat. Nog maar 100 kilometer. En dan is hij weer bij haar. Maar de deur is dicht en het huis is leeg. En zijn vrouw is niet meer daar. Hij is een kerel, laat geen traan. Want zijn leven blijft de autobaan. De autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: "Giddy up go, papa, giddy up go." Daarom gaf ik mijn truck die naam, Giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of 6 daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe Giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar,
omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up, go! Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: Giddy up, go! Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam Giddy Up Go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: Giddy up, go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go! Weet je, als je in zo'n grote truck rijdt en dagen langs de weg zit, dan wordt het je allemaal wel eens te veel. Goed, je verdient een aardig loon, maar je bent soms weken van huis. Vooral als je op Iran of Turkije rijdt. Maar als je dan denkt aan al die mensen die bij nacht en ontij voor je klaarstaan. Zoals bijvoorbeeld het personeel van benzinepompen, chauffeurscafés en wegenwachtstations. Dan denk je, het valt toch allemaal wel mee. Zo reed ik een keer 's nachts om 12:00 ter hoogte van verkeersplein Oude Rijn. Zie ik een collega van me met pech langs de weg staan. Ik besloot te stoppen om hem eventueel te kunnen helpen. Een meter of 20 voorbij zijn wagen zette ik mijn kar op de vluchtstrook. Enfin, ik ben mijn wagen nog niet uit of er stopt zo'n gele wagen van de wegenwacht. Kan ik u van dienst zijn, heren? Vroeg hij vriendelijk. Waarop een collega zegt, nou graag, want ik denk dat er een scheur in mijn verdeelkap zit. En dan zul je juist zien dat ik die nou net niet bij me heb. Nadat hij even onder de motorkap had gekeken, kwam ook de monteur van de wegenwacht tot de conclusie dat de storing veroorzaakt werd door een scheur in de verdeelkap. Hij ging weg om het kapotte onderdeel, dat hij ook niet bij zich had, ergens te kunnen gaan halen. Het was intussen gaan regenen en we besloten om zo lang in de cabine van mijn wagen te schuilen. Na ongeveer een half uur zag ik een wagen stoppen bij de truck van mijn collega. Het bleek de monteur van de wegenwacht te zijn, die alweer teruggekomen was. Een ogenblikje, heren, zei hij. Dan zal ik die kap even verwisselen en dan kunt u weer verder. Fluitend begon hij te sleutelen en hij had in minder dan geen tijd het euvel verholpen. Normaal gesproken denk je niet verder bij een dergelijk voorval. Maar later, toen ik weer hoog en droog in de cabine van mijn truck op weg was, realiseer ik me pas wat er allemaal zou kunnen gebeuren als er geen wegenwacht zou zijn. Waarschijnlijk zou mijn collega een halve nacht hebben staan wachten tot er iemand gekomen zou zijn die hem mee had willen nemen. Zijn vrouw zou waarschijnlijk uit ongerustheid de politie hebben gebeld of een slapeloze nacht hebben gehad. Dit verhaal is maar een van de vele voorbeelden. Maar na zo'n overpeinzing realiseer je je pas hoe belangrijk de wegenwacht voor ons is. Ook al sta je daar niet altijd bij stil. Maar nu de mogelijkheid zich voordoet jullie door middel van dit verhaal te bedanken,
wil ik die kans met beide handen pakken. En daarom zeg ik uit naam van al mijn collega's, Wegenwacht, Weer en Wind, bedankt. Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen. Want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik. Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar
En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14 gulden 75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het papiertje om en ze schreef: ik heb je bij me gedragen tot aan je geboorte. Gratis. Aan je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Iedere avond de zorgen voor de dag van morgen. Gratis. Je medicijnen gehaald en je schoolgeld betaald. Gratis. Ik heb je kleren versteld en vaak om de dokter gebeld. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles gratis voor niets. Toen hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters: alles is betaald. Als je het allemaal optelt, echte liefde is gratis, voor niets. Iedereen die zag hem als de lafaard van de stad. Nog nooit had hij hun laten zien dat hij geen lafaard was. Zijn moeder noemde hem Tommy, maar de mensen zeiden groentje. Maar ik wist haast wel zeker dat Tommy anders was. Toen hij 10 jaar oud was, stierf zijn vader in de cel. Ik zorgde toen voor Tommy, mijn broer zijn enig kind. Nog steeds hoor ik de laatste woorden die hij sprak tot Tommy. Zo mijn leven stopt, terwijl het jouwe nu begint. Beloof me, mijn zoon, niet te worden zoals ik. Loop weg voor vechtpartijen als het kan. Laat ze maar slaan, maar ga zelf bij hen vandaan. Ook al valt het zwaar zo nu en dan. Want vechtpartijen maken niets te man. Ja, Tommy kreeg verkering en zijn meisje heette Betty. Een vechtersbaas hoefde hij voor haar echt niet te zijn. Maar toen hij naar zijn werk was, drongen kerels bij haar binnen. Ze sloegen toen zijn Betty
tot ze gilde van de pijn. Toen Tommy later thuis kwam, lag ze Betty daar te huilen. Hij zag wat er gebeurd was en dat beeld dat bleef hem bij. Hij pakte vaders foto met tranen in zijn ogen. En toen moest hij weer denken aan wat zijn vader zei. Beloof me mijn zoon niet te worden zoals ik. Loop weg voor vechtpartijen als het kan. Laat ze maar slaan, maar ga zelf bij hen vandaan. Ook al valt het zwaar zo nu en dan. Want vechtpartijen maken niet de man. De kerels lachten Tommy uit toen hij in de bar kwam. Eén van hen stond op en Tommy raakte in de war. Maar Tommy draaide om, ze riepen: kijk, de lafaard smeert hem. En het werd stil toen Tommy staan bleef aan het einde van de bar. 20 jaren zelfbeheersing kwamen toen naar boven. Niets kon hem weerhouden van een grote vechtpartij. Later toen hij buiten kwam, toen stond er ook geen een meer. Hij zei: dit was voor Betty. En de laatste man viel neer. Ik beloofde je pa niet te worden zoals jij. Ik liep hard weg voor ruzie als het kon. Ik heb toch niet gefaald doordat ik hun dit heb betaald. Ik hoop dat jij mijn fout begrijpen kan. Soms moet je vechten als een man. Iedereen aanvaarde nu de lafaard van de stad.